Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video hier op Lokkenfornaal. Leuk dat jullie alweer kijken. En we zijn vandaag dus weer met een video. En ja, het kan eigenlijk maar één ding zijn als ik verder geen originele ideeën heb. Dat is namelijk weer de loting. Want jullie hebben inmiddels de wedstrijden kunnen zien. En dus weten jullie ook al wie de winnaars zijn. Dat is even opnoemen. Maar in ieder geval, er komt weer een loting aan. Ja, het gaat niet echt zoals in het echt. Het gaat het volgens zo'n... In de Champions League dan, want de meesten weten wel dat we volgens een Champions League programma doen. We doen met de ploegen die in de Champions League in de kwartfinale zitten. Er zijn 8 mensen, dus kwartfinale hebben we nu gespeeld. En volgens de Champions League gaat het meestal gewoon die wedstrijden dan hop, die twee tegen elkaar en dan is het precies hetzelfde. Sorry trouwens voor het land, maar het ligt best wel aan, 9:30. Dat is voor mij wel. Wij doen het gewoon lekker met een loting. Vinden we leuk, vinden we spannend. Dat is misschien een beetje van matchfixing of zo. Nu is het gewoon lekker door elkaar hutselen. Dat is wel leuk, denk ik. Dus dat gaan we ook doen. Nogmaals, de wedstrijd werd al gespeeld, de kwartfinales. Het eerste was tussen Ayman en Arda. Die heeft Ayman gewonnen. Die hebben we de eerste. Ayman die speelde uit 2-2 en thuis won nu 3-1. Daarom is het door tegen Arda. Nou, ik zelf thuis 7-0 gewonnen van Niels en uit 6-0. Dat is gewoon een duidelijke overwinning. En Kevin, weet ik niet meer precies. In ieder geval eindigde met een wedstrijd tegen Stef, waarin Stef reeds kutte. Dus Kevin is door, heeft ook beide wedstrijden gewonnen. En Joey, die ik toch wel de meest verrassende vind op basis van na de eerste wedstrijd. Want onze Joey, die stond na de eerste wedstrijd 3-1. Dus 3-8 dus. Ze moesten een achterstand van 3-1 goed maken. En thuis met Porto verpulverde hij Lucas met 7-1. Dat was een geweldige plaats van Joey. Dus daarmee heeft ze eigenlijk van, ja, misschien wel een redelijke speler. Want Lucas en Joey zijn formaat aan elkaar gewaagd. Nou, opeens, boom, 7-1. Dat was ziek van hem. Ik heb het ook vlak na die wedstrijd opgenomen. En nogmaals, jullie hebben de video's van de wedstrijd al gezien. En nu gaan we dus loten. Hopelijk vind je het leuk. Zet zeker een duim op natuurlijk, hè. Nou, abonneer op mijn kanaal. Wil dus een kortere video? Ja, vind het ook wel leuk, hè. En nogmaals, sorry voor de land, maar echt, ik kan niks meer doen, weet je, het is laat. Met alle respect, ik had er overdacht, maar ik heb er te veel zin in. Want ik heb er zelf ook gewoon zin in, dat ik er zelf in zit. De camera draait niet mee, prima. Hey, als ik er zelf niet in ga zitten, goed, dan zou het misschien ook minder leuk voor mezelf zijn. Maar ik zit erbij. En ja, ik hoop zelf niet tegen Kevin te komen. Eigenlijk. Kevin is naar mijn mening de beste. Qua spel, niet qua team. Hij is best wel heel slecht, maar hij is qua spel echt de beste. En ja, Ayman en Joey, nou, wil ik op zich ook echt spelen. Ik ben gewoon benieuwd. Dus ik ga loten. Ik ga het even wat kennen van Sam doen. Bob omgedraaid. Sander omgedraaid. Kevin omgedraaid. En Joey omgedraaid. Zo gaan we het doen. Dus ik heb hier zo, hier kun je zo zien, of ja, een beetje door elkaar, dat maakt het niet uit. En we zitten dus zo, met de namen naar beneden, zo, op de tafel. Ik doe mijn ogen dicht trouwens, eerst even zo doen. Kamer gaat weg naar beneden. Oké, dank je. Dus ik doe ze gewoon weer lekker door elkaar. En ja, dan gaan we gewoon zien wat de loting wordt. Ik heb oprecht veel zin, dus ik ben benieuwd. Ik ga mijn ogen dicht doen, en ik ga nu putselen. Zo, door elkaar, huts. God, oh mijn god, het gebeurde vorige keer ook wel. Ja, oké, deze nog een keer zo. Ik heb echt niks gezien, alles zat nog goed in ieder geval, de namen naar onder. Zo, oké. Alles is naar onder zie ik. Ik kan ook niet zien dat door het blaadje heen geschreven, want ik kijk recht vooruit. Dus zo, goed, ik pak deze. Met deze beginnen we. Dus ik heb drie blaadjes naar die kant geschoven. En dit wordt hem. Eerste wedstrijd voor de thuiswedstrijd voor. Ayman. Ayman mag de eerste. Wordt de eerste wedstrijd dus. Nou, maakt het niet uit wie de eerste of tweede speelt. En die kamer. Hallo, ja, dank u. Dus Ayman gaat thuis spelen. Dat betekent dat is eigenlijk wel nadeel, want dan moet ik eerst thuis spelen en daarna uit. Dus werd een beetje tegen. Om uitgaan is het moeilijker, maar dat blijft FIFA. Ayman in ieder geval, degene die thuis speelt. Hutselen, hutselen. En dan pak ik deze. En ik ga spelen tegen. Joey! Ik moet tegen Kevin kut. Oh mijn god, tegen Kevin. Kut zijn. Hij wordt Ayman tegen Joey in ieder geval. Kut zijn. Mijn telefoon wordt helemaal rood op de boter van. En zelfs mijn pennendoosje ook. Ja, ik word er helemaal gek van. Net zo'n telefoon dus, want ik moet dus tegen Kevin. Ja, maar niet zo uit. Ik kan wel hutselen. Het gaat alleen eigenlijk om de thuiswedstrijd. Degene die als eerste thuis gaat spelen is... Ikke. Ik mag als eerste thuis spelen en daarna dus Kevin thuis. Het is inderdaad Kevin. Goh. Ai, ai, ai. Ayman tegen Joey wordt natuurlijk een leuk potje. Ik denk dat ze echt met elkaar gewaagd zijn, oprecht.
Maar goed, Joey heeft wel 7-1 van Lucas gewonnen. Lucas is wel echt gewoon een goede FIFA-speler, vind ik zelf ook echt. Dus dat wordt wel in ieder geval een lastige wedstrijd voor allebei. Ja, Sander, ik en Kevin, ja. Kevin denk dat ik de beste ben, heeft hij zelf gezegd. En ik denk dat Kevin de beste is. Dus ik heb het voordeel van het team, hij heeft het voordeel van de kwaliteit. Zo zie ik het eigenlijk. Dus het is te hopen dat in dit geval het team het wint van het slechtere team. Dat zal ik winnen, maar ja, echt meer kwaliteit. Dus ik ben oprecht benieuwd. Dat is in ieder geval heel zwaar voor mij. En ook zwaar voor Adam en Joey, die moeten tegen elkaar. Sowieso, die je ook zou loten. Dat ze allemaal eigenlijk gewoon moeilijk worden. Laten we eerlijk zijn. Dit is in ieder geval de loting. Ik laat het maar één keer voor jullie zien. Ayman, dat is één. Tegen Joey. En daarna kan ik thuis tegen Kevin. Dus er zijn gewoon twee legs. De ene, dus in dit geval Ayman thuis en ik thuis. Daarna andersom tegen Joey thuis en Kevin thuis. Dan krijg je weer het uitdoelpunten. En mocht je nou op een gelijk aantal komen. En zelfs met uitdoelpunt dat je gewoon precies gelijk komt. Dan komt er een derde wedstrijd. Dus, maar dat wist je dan. Dit is dus de loting. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat vinden jullie van de loting? Laat het achter in de comments. Wat vinden jullie ervan? Wie denken jullie dat er naar de finale doorgaat? Laat het ook even weten hier beneden in de comments. Ik ben benieuwd. En like zeker. Hè. Zou ik waarderen. En abonneer even op mijn kanaal. Als het goed is op het moment van inspreken hebben we 250 abonnees. Daar ben ik jullie super dankbaar voor. Dus thanks daarvoor. En ja, laten we gewoon lekker verder gaan. Lekker abonneren, hoppatee. En gewoon lekker veel streams, weet je. En hopelijk ook een leuke halve finale is. Dus daar gaan we naartoe werken. Nogmaals, hoop dat jullie het leuk vonden. En als mijn camera meewerkt, dan zeg ik bedankt voor het kijken. En later!